Rutte speelt een steeds belangrijkere rol in Brussel. Ook bij dit soort toppen dus. Vandaag in de Telegraaf beschrijft ze het als volgt. Namelijk dat hij in de cockpit van Europa zit. Dat zal Ietke van Staat spreken, maar het is dan ook uw krant. Hij is een van de langzittende premiers. Hij heeft natuurlijk veel ervaring. En diplomaten zeggen dat hij in de voetsporen treedt van Angela Merkel. Door als oliemannetje compromissen te spelen. Wat meespeelt is dat de Britten er natuurlijk vandoor zijn gegaan. En sinds de Brexit behoren we tot de grote vijf. En het schijnt dat Rutte regelmatig wordt opgetrommeld als een discussie vastloopt. En hij is natuurlijk wel gewend te polderen. Uiteraard wordt er ook gespeculeerd over de vraag of hij niet op een Europese baan aast. Dat is een hardnekkig gerucht. Tot nu toe heeft hij dat zelf altijd ontkend. Rutte is nu dus nog oliemannetje, maar misschien dat hij straks uiteindelijk een Europese baan ambieert. Meneer Osmani, denkt u dat ook? Nee. Nee, dat denk ik niet. Ik zou het zelf wel leuk vinden, hoor. In die zin, omdat ik zijn kwaliteit zou heel goed terecht kunnen komen in de Unie. Hij kan dat, maar dat heeft hij helemaal niet. Hij wil gewoon voor Nederland, leiden. En die ambitie heeft hij nog steeds. En dat zie ik hem ook nog zeker jaren doen. Dus nee, dat wil hij niet. Meneer de Jong? Meneer de Jong. Mevrouw de Jong, staat u daar tegenover? Nou, is Rutte nog wel genoeg bezig met Nederland? Dat vraag ik me dan, want je ziet hem overal in de EU. We hebben als land natuurlijk ook een aantal grote problemen. Hoe kijk jij daarnaar? Nou ja, de problemen waar we voor staan, dat zijn vooral wat grotere problemen. Dus daarom vind ik het juist wel goed dat Rutte op dat Europese toneel staat. Omdat daar de kaders worden gezet. En wij kunnen hier in Nederland nog een beetje invullen. Maar daar worden zaken bepaald. Hoe we omgaan bijvoorbeeld met klimaat. Grote vraagstukken met grote financiële consequenties voor onze burgers. Nee, ja, tuurlijk. Maar hij behartigt het belang van Nederland op dat Europese toneel. En dan mogen we trots zijn dat we een premier hebben met zoveel ervaring die zo vooraanstaand staat op dat Europese toneel, zodat het Nederlandse belang goed gediend wordt. Nou, daar hebben we toch een minister van Buitenlandse Zaken voor? Nou ja, op de raden worden bepaald, zoals we nu ook een raad hebben vandaag en morgen, door de regeringsleiders. Dus we mogen trots zijn dat we een ervaren meneer hebben op dat Europese toneel, die het Nederlandse belang gewoon goed kan verdedigen.